Het Rode Kruis staat er goed voor op het ogenblik hier op Sint Maarten. We hebben het team uitgebreid na de orkaan van vorig jaar. We hebben meer voertuigen tot onze beschikking. We hebben meer en beter getrainde vrijwilligers. En we hebben een grotere voorraad dan vorig jaar. Als er volgende week een orkaan over Sint Maarten raast, dan zijn we beter voorbereid dan vorig jaar. Een van de meest simpele dingen is dat alle mensen die hier werken en die hier vorig jaar waren, nu ineens ervaringsdeskundigen zijn. Dus die hebben de orkaan meegemaakt en die weten veel beter wat ze kunnen verwachten dan vorig jaar. Want vorig jaar wist niemand eigenlijk hier hoe zo'n enorme orkaan, hoe dat eruit ziet en wat het allemaal met zich meebrengt. Vorig jaar is er in Nederland een inzamelingsactie geweest. Het heeft heel veel geld opgeleverd dankzij het publiek in Nederland. Met dat geld zijn wij nog steeds hard bezig. Het geld is natuurlijk gespendeerd aan de eerste behoeftes, dus drinkwater, voedselpakketten. Daarnaast hebben we een aantal programma's opgezet voor de langere termijn. Waar we nu op dit ogenblik nog steeds mee bezig zijn, is het Home Repair project. Irma heeft duidelijk gemaakt dat veel huizen op Sint Maarten niet bestand zijn tegen dat natuurgeweld. Dus wij adviseren mensen en helpen hen met de reparatie van hun huis op zo'n manier dat het bij een volgende orkaan beter bestand zal zijn tegen dat geweld. As you guys can see, we're struggling to finish off and everybody is sleeping in one living room, bunk up on each other. So what happened during Hurricane Irma? Well, we had to go for shelter because the house was not safe. It was from wood. This all the bedrooms here, from all the way in the back home over here. And everything got blown down, so we're trying to, as the slogan say on the island, build better and stronger, so that's what we're doing right now. We're trying our best. Do you get sufficient help? Not really, because look, almost a year, look how far we is. We don't get enough help as yet. We're getting there slowly, man. We're just praying to God that you guys help us more if it's possible. Get more windows, we got some windows, just 7 windows. We still need more windows, doors, tiles, and a lot of stuff still, you know. Well, we're trying to keep ourselves up, you know, because if you keep yourself down, then you'll have a bad day. You don't want to have a bad day. You're trying to build up your self-esteem, you know. And thanking God for life every day, that's the most important thing. Well, once I wake up every day and I see my family, my wife, my kids, I'm happy. That's all it is. It's only God who knows the future. No one knows the future. That's why I look at it. Het geld wat dat is ingezameld door het Nederlandse publiek en dat wij hier beheren, dat wordt binnen 3 jaar besteed. Dus alle projecten die wij doen, die gaan we in een periode van 3 jaar gaan we die afronden.